lang verwachte moment is daar. Het eerste zichtbare, tastbare begin van de bouw van het paviljoen van het Natuurhuis Almelo. Een legertje vrijwilligers plaatste vanmorgen de bouwhekken. Eerst wordt de ruimte voor de kelder uitgegraven en wanneer die er is, de verwachting is tegen eind september, is de officiële aftrap. Vrijwilligerscoördinator Hans van Gerwen vertelt wat er te gebeuren staat. En hier is een paspunt. De hekken gaan geplaatst worden en dat doen wij met de vrijwilligers. Dat werkt al meteen geldbesparend, want anders zou je dat professionals moeten laten doen. Dus doordat we dat zelf doen met een stevige ploeg vrijwilligers, zijn we eigenlijk al heel goed bezig vanaf de start. Ik zelf beschouw dit eigenlijk als echt het startmoment van de bouw. Nou zijn we echt begonnen. En het heeft heel lang geduurd. Uitstel op uitstel, om wat voor reden dan ook. Maar goed, nu is het dan zover. Wij zouden veel meer mensen vanuit die 6 verenigingen heel dringend kunnen gebruiken. Dus meteen ook een oproep aan eigenlijk alle Almeloers die willen helpen. Maar toch ook zeker vanuit die 6 verenigingen. Tegen de tijd dat we echt met de vrijwilligers aan de slag kunnen, dan moet je denken vanaf begin oktober. Dan gaat het een grote klus worden voor ons allemaal. In het midden van die haag, dit is nu gewoon vlak gemaakt zoals een bouw dat oplevert. Ja. En wat ik wil is een soort holle berm maken. Waar op het liefste punt zeg maar, de lijn van de haag is. Ja. En die begint vrij kort op het gebouw voor de kinderen. En die trek ik dan. Ja, ik woon hier achter aan de Hofstraat en ik kijk uit op het park. Ja. En ik vind het dus ontzettend fijn dat nu eindelijk dat natuurhuis terugkomt. Want het zag er niet zo leuk uit. En ik denk dat het heel erg leuk gaat worden. Ja, ja. Dus ik stel me er veel van voor. Ja, u volgt het natuurlijk op de voet, hè? Ja. Vanuit uw huis. Ja, zeer. Ja, 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 ik haal ja. ook een enkele keer groenten bij de moestuin. Aha. En ik ken nogal wat mensen die eraan werken. Nee, dus ik vind het erg leuk. Goed. Ja, er zijn er nu een paar duidelijke stoppen. Ik denk dat je het uitgaat. Mensen vragen nogal eens, wanneer is het klaar? Nou, het is hier in dit parkgebied nooit klaar. Dus je moet echt denken aan een heel langjarig gebeuren, waarin steeds weer nieuwe ideeën, nieuwe plannen met elkaar bekeken worden. En waar kunnen we dit nog, waar kunnen we dat nog? Echt een multifunctioneel park moet het worden. En ik zeg het ook altijd bij, voor alle leeftijdsgroepen.